Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben hier samen met Arnold de Boer, die is van de boer Horse Trucks. En Arnold die had een heel goed idee waar ik heel blij van werd. En dat is? Nou, we hebben eigenlijk samen een goed plan bedacht. Wij geven gewoon een trailer weg, kun je gebruiken. En mooi een reclame opgezet, mooie logo's erop. Dus we moeten samen eens even gaan zien. Dat is wel heel cool, dat is echt heel gaaf. Nou hebben Tessa, Kim en Christine hem nog niet gezien. En ook jouw dochter die gaat even meedoen, hè? Ja, ja. Ik vind ze wel spannend, maar wel leuk. Ja, ja. Dat is Anouk, dus die kleine rode krullenbol is Anouk. En die gaat ook nog eventjes een winactie aan het eind van deze video aan jullie vertellen. Waar je aan mee kan doen als je dat leuk vindt. En ja, dat heeft alles te maken met die hele gave trailer die jullie zo gaan zien. En daar komen ze hoor, de kindjes. En Christine natuurlijk. En Arnold. Je kan hem niet. Het is een bellen aan het touwtje weggenomen. Dat is haar knuffel. Oh, je zegt paal. YouTube is grijs. Tess, je gaat snel. Dit is hem. Zo is het geworden. Oh, sorry. Trots op jullie. Een trotsmoedermomentje. Wauw, dit is gaaf. Echt heel gaaf. Tess is verdwenen. Oh, daar. Het karamel op de deur. We hebben foto's gemaakt. Wat? Ja. Foto's gemaakt, die zijn erop geplakt. Zo, hij is echt groot. Moet je even passen dat je pony erop kan? Ja, kijk hoor. Oh, oh, oh. Dat is wel wat vet. Zo. Echt schuldig. Even huilen. Aan welke kant moet mijn pony eigenlijk staan? Nou, als er één pony op staat, moet je altijd, of één paard, altijd aan de linkerkant van de weg zetten. Maar dat zegt niks. En maar toch moet je altijd links doen. Dat is best. Voor deze is het niet zo erg. Nee. En als je de klep opent, doe je deze altijd helemaal wegdraaien. En die paard er niet op gaat staan, en die pony. En als je het open doet, doe je dat voorzichtig open en laat altijd een gaskers in werken. Dus eigenlijk moet je zo goed als niks doen. Ah, dat kan niet. Nou, ik hoop dat het zelf goed. Welke kant moet je nou weer staan? Aan de linkerkant. De linkerkant, oké. Hij loopt er goed op, heeft er zin aan. Ja, doe op, Tess. Zo hang je op, dat is een beetje mijn dat is een beetje zielig. Zo. Oh, gosje. Nu kan de klep weer dicht, ja. Nee. Ja, ze moet toch vaststaan? Ja, ja, dat is waar. Nee, wacht. Oh, nee. Peter? Oh. Nou, we zullen even de trailer helemaal laten zien, jongens. Dit is de zijkant. Met de dank aan de boer is dit dus de mega gave trailer. Ik heb natuurlijk een super gaaf zadelkamer. Ik had al bedacht, Kim, hij is groot genoeg, dan kan jij je in omkleden. Oké. Probeer eens. Ga er maar in. Ja, mag ik erin? Nee, Kim gaat erin. Misschien pas er zelfs met z'n tweeën in. Nee. Doei Kim! Zullen we zat zijn, nemen we er zo mee. Ja, goed idee. Godzie, nee hoor. Wacht, nu ga ik erbij. Ja, ze past. Ik ben erbij. Ja, ja dat wordt echt leuk. Ik kan daar. Oké. Als ze nou allebei lastig zijn. Stoppen ze allebei hierin. En dan doen we de zadels gewoon in de auto. Plek ja, zo. Klaar. Zo, opgelost. Dat is handig. Handig hè? Handig voor een extra grote zadelkamer. Ja, precies. Ja. Kan je lastige kinderen in vervoeren. Als ze nou een keer ruzie maken, dan stoppen we ze daar samen, in. Ga het maar uitpraten. Ja, dat gaan we dan. Dan komen jullie ook straks. Jij er ook nog bij? Nou, dan hebben we voorop nog. Ja, en niet te vergeten, een giga panoramadak. Hoe cool is dat? Dan heb je zoveel licht in die trailer. En hier heb je een manshoge deur. En een playbutton. En nog meer de boer natuurlijk. Dus dat is heel makkelijk met in- en uitstappen. Dit is. Over. Kijk, en een mega groot panoramadak. Hoe cool is dat? Wat zegt u? Oh joh. Oh joh. En dan kunnen ze naar voren kijken. Ja. En hier ook nog een raam. Hoi, ik ben Anouk de Boer en we weten nog een
mooie naam voor deze trailer. En als je dan dus de leukste naam uitgekozen, dan kan je dus een dekje van de boer winnen en een meet and greet met ons. Yay! Wil je meedoen aan onze actie om de meet and greet en het dekje van de boer te winnen? Door een naam voor deze fantastische trailer te verzinnen, dan moet je een aantal dingetjes doen. 1. Natuurlijk moet je geabonneerd zijn op Hart voor Paarden hier bij YouTube. 2. Zorg dat je op Instagram de boer Horse Trucks likest. Of dat je ze volgt in ieder geval. En deel een video van Hart voor Paarden. Maakt niet uit welke video je deelt. Het maakt ook niet uit waar je hem deelt, als je maar een video van Hart voor Paarden deelt. Maak dus 3 screenshots. En die 3 screenshots die stuur je naar info@hartvoorpaarden.nl. Daar komt ze dan. Zo, draai maar omhoog. Zo? Ja. Doe je aan de boven langs. Nou, we hebben een nieuwe trailer en ik moet nu even mijn pony gaan uitladen. Oh nee, ze heeft gepoept! Ja, nou, we moeten maar. Nou, gelijk maar even de ponies kijken of ze erin gaan. Zo, belletje zit erin. Ik kan er net niet bij. Kan je kijken? Kan je kijken? Wie ben jij? Wie ben jij? Ah, hallo. Hoe is die lekker hè? Ja. Ik denk gelijk aan zichzelf ruiken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe vooral een duimpje omhoog. En abonneer hier beneden op ons kanaal. En wil je meer informatie over de Boer's Horse Truck, dan moet je hier beneden even in de beschrijving. De beschrijving. Hey, we gaan in de beschrijving kijken. Dan moet je hier beneden even in de beschrijving kijken. Ja! Doei! Doei. Een meneer die vast kan houden. Ja, kan nee, maar dat hoeft niet. Kijk eens. Toch prima zo, toch? Ja, dit is wat wij YouTubers doen. Ja, hè? Ja, moet je wel zo blijven staan. Okay? Ja. Oké, dank je. Hoe komt daar boven een trailer? Die gooien we erop.